gaan kijken naar wat er nog wel kan. Vind ik veel belangrijker om te kijken wat dat niet meer kan. Wel, ik denk dat de animator dat vooral zijn taak is om een boodschap uit te dragen dat de animatie niet zozeer een activiteit moet zijn, maar het gewoon een tijdsbeleving of een tijdsinvulling van een dag kan zijn. Dus het met kleine dingen het verschil maken voor een dag, dus niet zozeer echt een activiteit, een spel of zo doen, maar dat bijvoorbeeld haartooi, mensen goed verzorgd zijn, rustig moment nemen om te praten met een bewoner, 's morgens, dat ook animatie is, de kleine dingen die het verschil maken. Dus dat start voor mij een stuk om de bewoners morgens rustig in te schatten van hoe dat de nacht bijvoorbeeld is geweest en daarop de dagactiviteit op af te stemmen. Dus bijvoorbeeld van de routines ben ik vooral voor om daarvan af te wijken en bijvoorbeeld een baddag een keer af te schaffen voor die dag en een andere activiteit in plaats te geven om rust te bieden. Moet dat 's morgens een ontbijt zijn met koffie enzovoort? Neem dat die bewoner gewoon aan de tafel zit en ze leveren dessert van 's middags. Die heeft daar zin in. Die persoon heeft gegeten. Basishouding, belangrijk, heeft gegeten met smaak. Hoeft niet heel het ontbijt te zijn. Als het oké is voor de bewoner, dan is het voor ons ook oké. Dat is belangrijk, denk ik. Ik ben 5 jaar geleden gestart met de herinneringskoffer. Dat zijn kleine dingen dat gaan over herinneringen ophalen met personen aan de hand van oude materialen. Muziek spelen, een snoezelbed geven soms en soms ook gewoon de communicatie, oog-oogcommunicatie of gewoon eens een keer een hand vastnemen is ook een manier van communicatie. Zo, een van de dingen waar ik het echt eigenlijk voor doe is bijvoorbeeld, ik was op een dansnamiddag plaatjes aan het draaien en er was een dame, blijkbaar iemand van de verzorging, vertelde dat die eigenlijk echt heel de dag daar gewoon altijd maar gewoon zit en sip was. En tijdens een van de nummers die ik draaide, deze teken naar een verzorgende van kom eens even. En die teken van haal mij eens even recht. Die persoon heeft niet met die verzorgende misschien gedanst, maar die mevrouw had een smile op haar gezicht. En dus die was gelukkig met dat nummer op dit moment. Daar doe ik het voor. Dat doet mij echt heel veel plezier.